Wij nemen vandaag afscheid van collega Gwendolien Rutten. Ja, wacht. Ze heeft te kennen gegeven dit parlement te verlaten om zich volledig toe te leggen op het bestuur van haar partij, onder meer met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen, en ze gaat een ronde van Vlaanderen doen. Nu, beste Gwendolien, ik kreeg gisteren een brief. Die brief, de afzender, dat was de heer Bart Somers. En die brief luidde als volgt. De heer Jan Peumans, voorzitter Open VLD, Brussel. Ja, goed. Nu, goed, alle kijken naar mijn stokje. Beste Gwendolien, van 2010 tot 2014 was u volksvertegenwoordiger voor de kieskring Leuven, waarna u op 25 mei 2014 verkozen werd als Vlaams volksvertegenwoordiger in de kieskring Vlaams-Brabant. Daarvoor was u tussen 2005 en 2009 reeds als kabinetchef actief bij de Vlaamse ministers Fintje Moerman en Dirk van Mechelen. En momenteel bent u ook in de lokale politiek te Aarschot actief als schepen van onder meer mobiliteit en verkeersveiligheid. Nationale bekendheid geniet u als partijvoorzitter van de Open VLD sinds 8 december 2012. Het meest... Mevrouw Genet, ik luister ook altijd naar u. Ga je op de plaats zitten en luister ook een keer naar mij. Ja, dat is, Het meest opmerkelijke dat u in die functie gepresteerd hebt, is wel dat u bij de regeringsonderhandeling van 2014 met uw partij wist binnen te breken in de Vlaamse regering. Dat politiek instinct, meneer Sint-Ubin, maakt haar tot een topper in het politieke stratego, zo stelde de tijd toen. Beste Gwendolien, het politiek instinct waarover sprake drijft u nu ongetwijfeld weer om andere keuzes te maken. Zelfs zei u hierover vorige week in de pers, we moeten onszelf als politici heruitvinden. En nog, als ik iets doe, wil ik dat voluit doen. Die ambitieuze houding strookt volledig met de drie eigenschappen waarmee u zichzelf op uw website omschrijft, namelijk vooruitgangsdenker, doener en optimist. In de vorige verkiezingscampagne in 2014 zette u in op de slogan Goesting in de toekomst. Daarmee vertaalde u alvast de eerste eigenschap die u zichzelf toeschrijft, vooruitgangsdenker. U gaat een tocht doorheen Vlaanderen maken, zo heeft u verkondigd. U heeft dat ook bekendgemaakt via Twitter en Facebook en alle andere mogelijke kanalen. Ik heb, helaas, moeten merken dat u in die communicatie een kaart van Vlaanderen gebruikt waarop voeren ontbreekt. Laat dat nu net het op één na mooiste dorp van Vlaanderen zijn, mevrouw Rutte, bestuurd door mijn goede vriend Huub Broers en mijn twee kleindochters, die wonen daar ook. Dus ik raad u zeker tijd te nemen van die waarlijk prachtige gemeente. U hoeft zich niet de vraag te stellen welke het mooiste dorp is van Vlaanderen. Dat is Riemst, maar dat weet u, hè? Dat is niet zo dinges. En als u in Riemst langskomt, zal ik u van harte welkom heten en wil ik u graag als andersdenkende te woord staan. Maar dat belet niet dat ik uw keuze erg apprecieer. Ze getuigt van lef en verantwoordelijkheid opnemen. Beste Gwendolien, het was een voorrecht om hier als collega met u te mogen werken. Ik wens u heel veel succes toe met uw verdere politieke loopbaan. Dank u wel. Ja, meneer de voorzitter, dank u wel voor de mooie woorden. Ik had niet verwacht dat u mij tot ontroering zou kunnen brengen. Maar met die vriendelijke woorden hebt u dat toch gedaan. Dank daarvoor. Ik zal heel graag op uw uitnodiging ingaan. Ik kom naar Riemst en ik reken daar eigenlijk op een stevig debat. Een tegensprekelijk debat, wat vuurwerk. Ik denk dat de mensen daar ook wel behoefte aan hebben. En ik zal ook voeren niet vergeten. Dank u wel, collega's allemaal. En nog een goede rest van de legislatuur gewenst. Dank u wel. Actua TV. Het hele verhaal.